En, zijn de glazen nog vol? Gefeliciteerd, meneer Albrecht. Of mag ik Remco zeggen? En mag ik dan Merel zeggen? Wat is dit, Merel? Maar dat heb ik niet gedaan. Dat is in mijn handschrift. Maar dat ben jij. Toch? Sorry, ik wist niet. Sorry, mevrouw Albrecht. Dat was niet zo handig, Merel. Wat is dit voor flauwekul, Tobias? Iets tussen mij en Merel. Laat ons er dan buiten, alsjeblieft. Hebben jullie iets? Nog niet. Ik denk niet dat je je kans op een relatie hiermee vergroot, jongen. Blij om van jou iets over relaties te leren. Nadja, jij ook? Het staat je wel goed. Ja, en wat is het snel nu gegaan? Wie is de vader eigenlijk? Het is niet eens een leuk verhaal. Ah, was zo flauw. Ik heb hem in Japan ontmoet. Het was liever op het eerste gezicht. Oh, is het een Japanner? Aikihiko, de stralende prins van tekenen het. Maar hij is er niet meer. Hij heeft een auto-ongeluk gehad. We zouden altijd bij elkaar blijven, zei hij nog. Zo zie je maar. Wat verschrikkelijk. Nu moet ik het kindje alleen gaan opvoeren. Misschien wel net zo makkelijk. Maar ik even een sapje halen. Hé, hey, Nadja. Hoi, hey, Lieke toch? Ja. Wow, mag ik voelen? Ja, tuurlijk. Is heel druk. Misschien voel je zo nog wel een schopje. Ik voel niks. Dan is hij misschien wel dood. Hoe ver ben je al? Bijna 8 maanden. 8 maanden? Maar het is pas een half jaar weg. Wie is ze ook alweer? Oh, ex van mijn vader. Ex-medewerker. Ex-neukertje. Holy shit, je krijgt toch geen broertje of zusje? Nee, dat mag ik hopen van niet. Nee, dank je. Oh kut, ik voel me echt niet goed. Oh, sorry. Hey, broertje. Jij nou? Fuck, alweer? Ja. Help even. Je bent wel een lul met die foto. Het is toch een mooie foto. Ja, toch ben je een lul. Wel een aardige lul. Met haar. Die moet vooral haar roes uitslapen. Het was verder best toch een leuk feest. Zo gaat het nou altijd met jou. Eerst loop je te mokken, totdat er voor mij helemaal de lol vanaf is. En dan vind jij het uiteindelijk leuk. Hou je nog even vol. Die Nadja. Je weet dat dat voorbij is, lieverd. Ik zweer het. Dat weet ik wel, maar als dat kind iets met jou te maken heeft, dan is het over. Dat snap je wel, hè?